Ja, iets van Massa Positivo. Naar aanleiding van het vorige prik over de ontvoering in Nunspeet, is dit even een update wat ik graag uiteraard met jullie wil delen. Ontvoering Nunspeet. Dit is echt een update wat ik net een paar minuten geleden heb binnengekregen. Drie mannen met bivakmutsen hebben vrijdagochtend op klaarliggende dag een man ontvoerd op de Oenerburgerweg in het Gelderse dorp Nunspeet. Een vrijstaande huis in het nabijgelegen dorp Doornspijk is uitvoerig doorzocht in verband met de ontvoering. De woning staat op naam van financieel makelaar Ronald Maurits, 53 jaar. Volgens buurtbewoners een keurige man. De politie wilde vrijdagavond uit onderzoekbelang niet bevestigen dat het om Maurits gaat. Evenmin of de man een criminele achtergrond heeft. Wel bevestigde de politie dat een man als vermist is opgegeven en dat een doorzoeking is gedaan als onderdeel van het onderzoek naar de ontvoering. De 53-jarige Ronald Maurits woont aan de Grevingsweg in Doornspijk in een groot landhuis met tal van bijgebouwen en een enorme parkeerplaats. Nou, of dat de zaken doen is, laat ik even in het midden. Maar is dat informatie wat relevant is, wat je wat iets kan mee doen, dat, maar dit terzijde. Een klein onverhard landweggetje leidt vooraf de hoofdweg naar het vrijstaande huis. Een blik in het kadaster leert dat de woning in 2007 is aangekocht voor ruim 600.000 euro. Volgens mij is dat ook niet relevant aan het mogelijke misdrijf. In de buurt is Maurits de grote onbekende. We zien hem af en toe. Een hele gewone man, wordt er gezegd. Keurig netjes. We hebben nog nooit wat opvallends gezien, zegt de buurvrouw van Maurits. De eigenaar van de... Sorry. Ik moet even verder zoeken. Ja, we gaan weer verder. De eigenaar van een financiële bureau runt samen met zijn partner een hondenfokkerij. Op internet zijn beelden opgedoken van de drie mannen met bivakmutsen. Lijkt wel een film. Die een vierde man in een auto dwingen te gaan zitten en wegrijden. Op de beelden is te zien dat een van de mannen iets in zijn hand heeft dat lijkt op een vuurwapen. Daarbij waren drie auto's en een zwarte bestelbus betrokken. De politie zoekt naar een zwarte Mercedes stationcar. Een bewoonster van de Oenerbergenweg zag alles gebeuren. Ze keek vrijdagochtend rond 10:30, 10:30, 's morgens precies te zijn, uit het raam toen ze zag hoe een auto ineens werd klemgereden. Ineens waren er drie auto's. Drie mannen met bivakmutsen liepen op de bestuurder van een van de auto's af en gooiden een doek over zijn hoofd. Hij liep zo met hun mee. Omwonenden zijn erg geschrokken. De bestelbus is inmiddels aangetroffen. Bij een kapelplaats nabij de A28 aan de Eperweg in Nunspeet heeft de politie rond 11 uur, dus een half uur later, een zwarte bestelbus aangetroffen die vermoedelijk betrokken is geweest bij deze zaak. Een politiewoordvoerder ontkracht eerder geruchten dat het om beelden van een arrestatieteam zou gaan. De politie benadrukt heel nadrukkelijk dat het niet om een actie van een arrestatieteam gaat en dat de politie serieus rekening houdt dat er iemand ontvoerd is. Nou, dit is even wat ik met jullie wil beelden en wil delen. En later meer over de toedracht en oorzaak van deze ontvoering. Massa Positivo. Tot de volgende keer. En blijf me volgen. Massa Positivo, nieuws vandaag.